Deze fight is heel awkward. Wat? Nee! Philip! Nee! Yo, de mensen, superleuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Gamers voor jongens. En in deze video gaan we lekker een solo potje proberen te winnen natuurlijk. En ik ga lekker landen in Pandora natuurlijk. Want ja, je hebt daar gewoon lekker veel gratis shield. Dat is eigenlijk de enigste reden waarom ik hier land heen. Dat is gewoon simpel. Oké, sommige lul jongens. Het is volgens mij ook best wel druk hier. Er landen nog redelijk wat mensen hier. Omdat je natuurlijk gratis shield krijgt. Nou, waarom zou je hier dan niet komen? Maar oké, we gaan ons best doen. Ik ga denk gewoon hier ergens landen. Ik ben wel een van de laagste. Hun gaan allemaal die kant op. Ai, dat is wel chill. Oké, ik heb hier gelijk een pistool. Alright, kan ik misschien iemand uit de lucht schieten? Oké, fuck it. Oké. Ja, natuurlijk, ik vergeet dat hun ook natuurlijk shield hebben. Dus ik moet wel even een beetje slimmer spelen dan dit. Want dat was echt heel dom. Want die pistool doet natuurlijk 40 damage. En die heeft het zo weer bij. Hij pusht me, hij heeft een shotgun, sowieso. Hij heeft sowieso een shotgun. Ik kan hier nergens naar binnen ook, jongen. Bro, wat is dit voor huis? Ik heb een shotgun nodig. Kut, ik zag daar een tag. Bro, oh my god, dit is echt vreselijk. Hoe kom ik daar boven? Ah, hier, een trap, nice. Ik moet die tactical hebben, jongens. Alright, alright. Waar is dat ding? Hier, nice. Hup, hup, hup. Oké, hij zit daar boven ergens. Misschien, waar zit die guy? Waar zit die guy? Hij loopt daar. Oké, die heeft geen shield meer. Nu gaan we stinkies gooien. Kom er maar uit, vriend. Wat doet hij? Wat doet hij? Bro, je bent zo slim. Mag ik jou zijn? Oh my god. Oh my god. Ik heb geen match. Is niet lief. Let's go. Geef me je match. Als je die haalt. Oké, ik krijg nu weer AP erbij. Oh my god. Ik heb echt geen match meer gewoon. Waar is deze chap? Wie staat op mij te schieten? Waar ben jij? Hallo? Oh, daar. Nice. Oh fuck. Oké, match is echt een ding, man. Kan ik deze boom hakken? Yep. Oh my god. Want als je geen match hebt... Shield is geen probleem. Dat krijg je allemaal gratis. Je moet eigenlijk die groene bar, die moet je omhoog zien te houden. Dat is het enige ook. Fuck, waar is deze guy heen gegaan? Ik pak heel even deze kist, jongens, en dan gaan we achter die guy aan. Hij irriteert mij echt gewoon insane hard. Ik kan hier niks plaatsen ook, hè? Oh my god. Dit is heel awkward. Ga dood! Dank je. Oh my god. Dylan, scheef het pien wat je bent. Oké, okay, nice. Woe! Oké, okay, hè? Dit ging een beetje awkward, jongens. Maar we will still alive. Oh my god. Het is gewoon zo kut dat je gewoon... Waarom kan ik het niet door dat raampje pakken? Ik heb een beetje crappy wapen, zou ik maar zeggen. Ja, en tactical grijs is niet heel erg bepaald een sterke shotty. Geef me alsjeblieft iets. Oké, okay, nice. Kan ik de groene bar even vullen. Nice, let's go. Neem die ook weer. Ik heb trouwens dat geld. Ik heb geen idee wat dat inhoudt. Kan je daar iets mee of zo als je heel veel geld verzamelt? I don't know. Oké, okay, nice. We hebben in ieder geval wel 2 kills gepakt, jongens. Daar ben ik wel zeker tevreden mee. Oh, dear. Ik was wel even bang toen ik geen match meer had, man. Dat was wel even een dingetje hier. Holy shit. Alright. Nou, hey, we hebben het overleefd. Dus dat is super mooi, natuurlijk. Laten we gewoon naar de andere stad gaan, man. Ik denk dat we daar ook wel wat kunnen vangen qua kills. Dus dan gaan we daar even gluren. Moeten we verder met de safe zone. Oh, fuck houden. Kan ik dit hakken? Kut, jammer. We moeten best wel een stukje naar de safe zone, man. Ik heb twijfels nu. Het liefst zou ik echt al die guys daar willen pushen. Maar het is gewoon niet slim. Want de safe zone is echt ver, ouwe. Oh, waarom is die safe zone zo ver, gast? Ja, ik moet wel weggaan, man. Dit is heel kut. Oh, wat kut dit. Minder fijn noemen we dit. Bandages. Ik denk dat ik die ook mee gewoon moet gaan nemen. Ah, shit hoor. Bro, wat doe je? Oh my god, gratis kill. En oh, als hij nu in zijn nek wordt gepakt, jongen. Alsjeblieft. Hij krijgt nu weer shield erbij, hè? Ik weet niet of hij een sniper heeft. Ik ga gewoon open pushen, kijken of hij iets gaat doen. Als hij gaat pieken, ga ik gewoon weer terugschieten. Ik denk dat hij low is qua groene bar. Mijn bloem zit zoveel meer mee dan die van hem, ouwe. Wat kut. Hey, kom eens. Laat eens even je kopje zien. What the fuck. Ja, ik ga deze kill gewoon pakken, schijf. Ik wil jouw scar hebben, vriend. Deze fight is heel awkward.
Wat? Nee! Philip! Nee! Is hij dood? Hij leeft nog. Huh? Oh my god. Oh my god. Ik was trouwens heel scheef hier. Let daar alsjeblieft niet op. Nee, kut. Ik moet die loot hebben. Loop door, alsjeblieft. Loop door. Als ik je nu kill, flikkert al je loot naar beneden. Bro, kom hierheen. Dankjewel. Dit doet echt bijna geen damage, die fucking shotgun, man. Oh my god. Hè? Oké, en nu moeten we een hele snelle loser zetten naar de fucking C-zone. Dankjewel, vriend. Oh my god, gast. Dit was heel awkward. Ik was scheef. Oh my god, mijn aim is zo trash, jongen. Het spijt me, jongens. Ik moet daar echt nog even een beetje gaan oefenen. Oh my god. Maar we hebben hem. Jezus, wat een awkward fight door die fucking Caesar, man. Of door deze cirkel. Je krijgt natuurlijk de hele tijd shield erbij. Dus we waren de hele tijd weer full shield. Zaten tegen elkaar te fighten. Jongen. Oké. Hey, ik heb 3 kills. Alleen de Caesar zit wel in mijn nek. Dus ik hoop dat hier misschien iets in zit, in de kist. Maar ik heb in ieder geval 5 bandages. Ik denk dat het wel genoeg is. Minigun. Oeh, dat is ook wel leuk. Nee, ik moet die bandages meenemen. Fuck, ouwe. Kut, sorry. Oh, wat kut. Het is ook weer ver volgens mij. Het voorbij tilde. Oké. Het is achter die berg. Dat red ik wel, hoop ik. Oh my god, wat een gedoe is dit. Oké, ik zit te twijfelen. Ik denk dat niet via Tilde het gaat lopen, want dan kan ik niet bouwen. Oh my god. Oh my god, wat gaan we doen? Nee. Ah. Bro, is dit slim voor ons allebei? Ik heb geen idee. Hij is sniper. Oké, nice. Heel erg nice dit. Oh, chill. Bandages, wat heb je nog meer? Gouden... Kijk, dit moeten we hebben. Huts, meenemen, sniper mee. En hij heeft 8 bandages. Oh, daarom pusht hij mij. Ik denk al, waarom push je, man? Ben je dom of zo, gast? Die Caesar zit in onze nek. Oh my god. Nou, een grijze tech kan op zich nog steeds wel winnen van een gouden combat. Ook al gebruikt hij hem niet. Ha, wat een gozer, jongen. What the fuck? Bro, ik zat echt na te denken van... Bro, ik ga niet schieten. Als hij gewoon doorloopt, prima, weet je. Ik kom hem misschien wel in de Caesar tegen of zo. Maar die guy draait zich om. Ik denk van, fuck, kut. Ik wist gewoon dat het gewoon kut ging worden als ik hem niet zo simpel kon killen, man. Maar ai, we hebben hem gewoon, chill. Ai, nu hebben we ook gewoon 8 bandages, dus ik maak me ook gewoon totaal niet meer druk nu. Ik hoor wel sniper, jongen. Wat is daar? Kut. Hij heeft iemand wel vol gesniped, ouwe. Oké. Misschien dat hier trouwens een hoverboard zit. Kan ik even die gebruiken? Ja, er zitten allemaal bomen voor. Ik kan die niet echt Kijk, nice. Hoverboard, ligt hier er ook nog één of zo? Ja, oké, nice. Dan pak ik die wel. Ai, chill, man. Alrighty. Oké, 4 kills. Jongens, het is echt weinig, man. Ik weet niet, er gaan zoveel mensen dood. Het is echt niet normaal. Maar we gaan gewoon ons best doen om gewoon zoveel mogelijk kills alsnog te pakken. Ik ga gewoon iedereen pushen een beetje, denk ik, man. Ik ga op deze berg zitten. Zit het safe? Volgens mij wel. Ai, chill. Ik denk dat... Ja, ik zie iemand vliegen. Hij landt daar. Hij heeft een sniper. Dat wist ik. Oh my god. Zeg als hij had geraakt, jongen. Oh, what the fuck? Oké, hij gaat weer heel erg ver weg. Daar zit iedereen, man. Ik heb niet heel veel match, man. Nice. Nice. Die guy ook nog? Nice. Nice. Yo, what the fuck? Ik sluit gewoon 2 mensen. Gewoon achter elkaar. Ai, chill. Alleen die guy is niet dood. Dat is wel een ding. Ik ga gelijk voor die loot zweten, jongen. Ah, hij is sowieso shields aan het innemen. Aha, ik ben een beetje aan het poren nu. Gaat weg. Uit de lucht, let op. Dat zou echt wat zijn. Dat zou echt heel erg wat zijn. Oké, ik hoop dat deze guy veel movement heeft en match, man. Dat heb ik even nodig. Dat zou heel even relaxed zijn. Ah, hij heeft een scar. Goldie. Hij heeft wel lijpe shit, man. Grote pot. Die neem ik wel mee, trouwens. Die sniper ook. Ja, man. Match voor deze. Dit is prima. Dit is heel erg nice. Oké, hij heeft ook 2 launch pads. Kijk, dit is precies wat ik moest hebben, man. Deze guy. 2 launch pads. What the fuck? Iedereen had movement hier, hè. En ik, I don't know. Ik had er gewoon echt... ik weet niet, man. Ik heb gewoon zo ongeluk altijd met die Caesar dan, als ik ver weg ben. Ik heb fucking 2 launch pads nu, wanneer ik ze eigenlijk juist niet echt nodig heb. En wanneer ik voor mijn leven moet rennen met die Caesar, krijg ik er gewoon 0. Ja, zo is Fortnite, jongens. Soms gewoon een lul. Ja. Meer kan je er niet van maken, hè. Er zit in ieder geval wel een guy daar. Ik weet niet, wat is handig om te doen? Wat is handig om te doen? Ik heb maar 5 kills, jongens. Ik vind het echt jammer dat ik heel weinig kills kan pakken. Het is wel... Ja, ik weet niet, man. Ik weet eigenlijk echt niet hoe dat komt. Ik weet het niet. I don't know. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik wel meer kills wil hebben. Dus ik zit te twijfelen om deze guy te gaan pushen, man. Beter kan je gewoon niet schieten. Dit was fucking snel. Easy going. Die guy had 2 seconden om te reageren. En hij was dood. Instant, ouwe. Holy shit, wat een lekkere kill. Oh, dit. Oké. Volgens mij was mijn één wel een beetje zaad in het begin van de game.
Maar nu zit het er lekker op, jongen. Dat is niet normaal. Holy shit. Dit was een lekkere kill, man. Ik zeg je eerlijk, deze kill was echt hyped. Holy shit. Iedereen heeft een Scar en gouden heavy snipers. What the heck? Ik zet wel even een comfortje neer. Toch even doen. Alright. Trouwens, die... Turbo Building is weer terug, jongen. I am so happy, man. Ik ben echt zo blij dat dat weer terug is. Het was echt een ding, man. Echt een drama. Heel Fortnite zakte gewoon in, jongen. Ik denk dat het zo erg was dat Fortnite ook inderdaad het wel weer terug moest brengen of zo. Dat het zo erg... Dat iedereen er zo erg op aan het haten was. Dat ze echt van... Oh, shit. Ah, ik moet nog tegen 2 man, jongens. Ik ben benieuwd. Ik ga wel even terug naar deze area. Ik vind het toch wat chiller en overzichtelijker om te zitten. Alleen waar de heks is de rest? Ik heb geen idee. Ik denk een beetje op die berg, man. Er zit ook... Oh, kut. Er zit ook nog zo'n robot in de fucking game, jongen. Oh, kutzooi. Ik haat die Mac, jongen. Ik haat dat ding echt. Maar als die gewoon niet gebruikt wordt, geen probleem. Dan is niks aan de hand. 6 kills. Ik wil er 8 voor maken. Dat is wel... Besef dat ik gewoon eerst altijd voor de 10 kills ging. En nu gewoon moeite heb om überhaupt 8 kills te pakken. Terwijl ik gewoon eigenlijk niet eens echt een moeilijke fight heb gehad. Ja, in het begin toen ik heel scheef was met die tech. Maar daarbuiten is het echt gewoon zo easy. Ja, dat is toch jammer. Je komt gewoon weinig mensen tegen. Dat is gewoon het ding nu. Ik zie wel hier en daar wat gebouwd. Misschien dat daar mensen... Ja, ik zie zo'n Mac, man. Oh, fucking hell. Ik weet niet. Ik weet niet of daar iemand zit, man. Waar is iedereen? Even serieus. Ik zit gewoon een beetje rond te kakken hier en ik zie gewoon niemand. Ah, ik denk dat dat ook een beetje dood is. Ik denk dat iemand op de berg zit en ik heb 3 launchpads, dus ik denk dat ik gewoon naar boven ga. Ik denk dat dat gewoon de slimste zet is. Ik dacht even dat ik iemand zag. Ik weet niet, is dit al hoog genoeg voor een launchpad? Schijnen het. Yep, perfect. Hoppa, en we zijn boven. Okay, ik hoorde inderdaad wel een sniper daar beneden, man. Hij springt er gewoon letterlijk overheen. What the fuck? Hoe lucky kan je zijn? Yo, hier is gewoon de hele hoverboard gang van heel de fucking map bouwen. Waarom zetten ze dat op een berg neer dan? Dat snap ik dan weer niet. Maar oké, maakt eens uit. Ik weet... Oh, nee. Oh, nee. Hou die remake stil. Even zien hoor. Daar liep die guy. Waar is die nu heen dan? Oh, daar. Nee. Ik schiet gewoon zoveel mogelijk op die Mac. Hij mag niet dat ding echt goed gebruiken. Weet, helpt die andere fucking teammate ook even. Of teammate, enemy. Sorry, ik zeg een teammate. What the fuck. Waar is die guy? Waar is die guy? Kut, die boom zit ervoor. Dat ding moet toch bijna kapot zijn, 100%. Juist, eruit jij. Maak dat ding voor de zekerheid kapot hoor. Hoeveel HP heeft dat ding? Dankjewel. Tjonge jongen, besef hè, hoe lang dat duurde. Oh my god, waar is die andere gozer? Er is nog een knaap ergens, maar ik ga denk ik eerst op deze guy focussen. Aangezien hij een beetje mij irriteerde met die kutrobot. Waar is die gast? Bro, waar de heck? Oké, kijk, dit vind ik dat is jammer aan dit soort potjes, weet je wel. Kijk, er is nu letterlijk iemand weer dood gegaan. Ik heb mijn god geen idee waar. En dan zit ik met 6 kills en denk ik ook van, yo jongens, waar zijn we mee bezig jongen? Ik ga deze guy gewoon pushen man, schijt of ik dood ga of niet. Ik wil gewoon die guy hebben. Hij heeft mij boos gemaakt, dus dan krijg je ook een kogel door je knetter. Waar is die gast heen gegaan dan? Wow? What the fuck? Bro, waar... Wat krijgen we nou dan? Even zien hoor, dit is even niet... Yo, tuurlijk, snipe... Oké, ik snipe letterlijk een boom die op... Oké, lekker. Is deze guy hierin? What the fuck? Ik moet nog een zoektocht gaan doen ook nog om die guy te vinden. Wat is dit? Deze guy heeft sowieso geen winst. Of bijna geen winst. In ieder geval dat denk ik. Ik weet in ieder geval waar die is. Dus dat is nice. Ik ga gewoon easy snipen denk ik man. Jezus, wat doet hij? Oh my god, hij bouwt ook zo fucking snel jongens. Niet normaal. Holy shit. Kijk hem gaan jongen. Oh my god. Dit doe ik hem niet na. Dit doe ik hem zeker niet na. Oh my god ouwe. Het is echt niet normaal. Deze guy verdient eigenlijk wel de win. Ik zit te twijfelen. Zou ik hem de win geven of zou ik hem toch proberen te killen? Ik denk dat het leuker is voor de vier... Yo, tuurlijk. Ik kom er niet eens op, joh. Ja, dacht het even niet, grappenmaker. Dus deze guy nog wint, hè? Oh my god. Kijk, gaan we niet geloven. Dat zeg ik je wel. Oh my god. Deze guy, weet je wat het nu is, jongens? Ik zit nu een beetje te kutten, weet je wel. Maar deze guy gaat mij one-shotten met die sniper. Ik zeg het je nu. Dat gaat gebeuren. Oh, die bomen ook zo leuk. Dat gaat echt gebeuren, ik zeg het je eerlijk.
gebruikt de sniper echt hoeren veel. Oh, ik kan niet bouwen. Leuk. Nu gaat dit weghakken, denk ik. No scope op je mel, gauw. Hey, oh shit, jongen. Kijk, zo doen we dat gewoon. Die no scope, niks ervan. Wie wordt er nou gewoneshot? Jij, vriend. Oh, ja, man. Ai, dit was lekker, man. Eindelijk, hey, we hebben toch nog die 7 kills gepopt. Hey, het is zo jammer dat je gewoon zo weinig mensen tegenkomt. En die movement was wel even een dingetje in deze game. Maar alsnog gewoon een lekker potje natuurlijk neergezet. Lijpe snipes, dat zeg ik eerlijk. Ik ben toch wel die sniper. Ja, ik neem die toch wel graag mee, zou ik maar zeggen. Jongens, hopelijk vond je deze video alsnog leuk. Vergeet niet zeker even op dat blauwe duimpje te rammen. Kunnen we voor die 2500 likes gaan? Ik weet dat we dat kunnen halen. Dat zou super precies zijn. Sowieso, dikke kerst van jullie. Want jullie zijn echt de shit. Auwe, thanks jongens. Sowieso, bedankt voor de love. En ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer jongens. En ja, ik heb er eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Nou, laat ik het nou gewoon laten zeggen. Later mensen, jongens. Yo, yo!